Het ministerie van Volksgezondheid moet inkomen om de achteruitgang van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg stop te zetten. Dit zei David Bakker, voorzitter van Bond van Personeel bij het BOG, vandaag aan de pers op het hoofdkwartier van het bureau aan de Rode Kruislaan. De bond is al 9 weken in actie vanwege het uitblijven van een oplossing voor de onveilige werkomgeving en kledingstoelagen. De vakbondsleider benadrukt dat het personeel het wachten zat is. En wij hebben het ministerie gevraagd om per direct de achteruitgang van het BOG stop te zetten. Want ik ga u zeggen, zij die het BOG kennen, dag en uur zullen het BOG verder verpauperen. En het personeel heeft gezegd van u moet het ophouden. Het lijkt alsof vanuit het ministerie men het BOG niet ziet. En nu is het nog verder gebleken. Want als u even nagaat dat de actie op 22 april is begonnen. 25, 26 april praten we met de minister. En tot op heden zijn er geen gesprekken meer geweest met het ministerie, zeker de regering. Volgens Bakker is er constant geprobeerd een oplossing te vinden voor de grieven. Hij merkt op dat er nu geen water meer in de wijn gedaan kan worden. Het heeft veel moeite gekost. Het personeel heeft het actiemodel omgezet van 7 uur aanmelden en niet werken. Omgezet van 7 uur komen en tot 11 uur werken. En dat actiemodel heeft ongeveer 7 weken geduurd, waarbij het ministerie een ultimatum was gesteld op 15 mei. Als er geen oplossing was, zouden ze weer overgaan tot verscherping. De leden hebben nog water in hun wijn gedaan. Dus die leden zitten bijna hier water te drinken nu. Ja? Op 27 mei hebben ze gezegd van nee. Nu moet het instoppen, want het ministerie luistert niet naar ons. Bakker geeft aan dat de bond na calculaties is gekomen op een bedrag van 9.100 SRD voor vervoerstoelagen per persoon. Het BOG zelf kwam op een bedrag van 13.000 SRD, dus vele malen hoger dan de bond. De staat wil een bedrag uitkeren van 2.700 SRD per persoon.